Het is weer tijd voor een nieuwe video in onze maandelijkse serie Interessante Aandelen. Een serie waarin we telkens twee aandelen gaan bekijken en eigenlijk de vraag stellen van zijn dit inderdaad interessante aandelen om in te investeren? En vandaag gaan we kijken naar de aandelen Apple en Virgin Galactic. Dit is geen aankoopadvies, doe altijd zelf nog onderzoek om te kijken of jij de aandelen ook interessant vindt en of het past bij jouw strategie. Maar voor deze serie kijken we altijd naar aandelen die mijn interesse hebben gewekt. Bijvoorbeeld omdat er nieuwsberichten rondom dit bedrijf zijn geweest. Of omdat de community het aandraagt. Nou, beide van deze aandelen komen eigenlijk dit keer vanuit de community. Omdat ik daar zowel via onze Discord chat als in de reacties onder de laatste video's die ik heb gemaakt vragen kreeg over deze aandelen. Dus laten we snel naar deze aandelen gaan bekijken en beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl. En voordat we de aandelen van deze maand gaan bekijken, gaan we eerst even kijken wat de aandelen van vorige maand hebben gedaan. Zodat we een beetje een beeld hebben gekregen van wat is daar de laatste maand gebeurd. Te beginnen met de twee indexen die we altijd bekijken. Ten eerste de AEX, onze Amsterdamse index. De afgelopen maand deed de AEX min 4,1%. En vooral in de laatste week zagen we een flinke daling. Dat komt waarschijnlijk ook, ja, de kwartaalcijfers zijn voor veel bedrijven bekend geworden. En voor veel bedrijven op de AEX is het dus niet goed geweest het afgelopen kwartaal. En dat zien we terug in de beurs zelf. Kijken vervolgens naar de S&P 500. Daar zien we de afgelopen maand een plus van 4,5%. Ook vooral de afgelopen week dus weer een flinke opstijging. Ook daar dus kwartaalcijfers, maar die zijn dus blijkbaar beter. Of in ieder geval veel techbedrijven zitten er in deze index. En die techbedrijven deden het goed. Dus die zullen de index wel flink omhoog hebben getrokken. De vorige maand behandelden we twee aandelen. De eerste daarvan was McDonald's. Dat heeft de afgelopen maand plus 5,8% gedaan. Ook McDonald's kwam met de kwartaalcijfers. Ik geloof zo'n 20% minder omzet gedaan. Maar vooral in de VS deden ze het nog wel best goed. Juist omdat ze veel McDrives hebben daar. En het tweede aandeel was Volkswagen. Dat zat afgelopen maand min 8,6%. En vooral juist in de laatste weken flinke daling. Ook vanwege kwartaalcijfers. Want Volkswagen had in de eerste 6 maanden van dit jaar een verlies van 800 miljoen euro. Terwijl vorig jaar juist 10 miljard euro winst hadden. Dus we zagen een beetje een gemengd beeld. Zowel de ene beurs omhoog als de andere beurs omlaag. En ook bij de aandelen ligt een beetje aan welke sector je zit. En hoe goed of slecht je kwartaalcijfers zijn geweest. Dus laten we nou vooral gaan kijken naar de aandelen van deze maand. En de eerste aandeel daarvan is Apple met tickersymbol AAPL. Ik heb het aandeel Apple gekozen om twee redenen. Ten eerste vanwege die kwartaalcijfers. Die waren eigenlijk best goed. En zeker nog beter dan de verwachting van analisten. Maar ook vanwege nieuws rondom Apple. Ten eerste is het wederom het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. En ze hebben een stocksplit aangekondigd. Oftewel, ze gaan een aandelensplitsing doen. En daar ga ik zo meteen iets meer over uitleggen. Laten we eerst even beginnen bij de kwartaalcijfers. Apple heeft een iets ander boekjaar dan een kalenderjaar. En daarom zit Apple alleen Q3. En hier zie je de laatste 3 jaar, telkens het derde kwartaal van Apple. En we zien dat zowel producten als serviceomzet is gestegen. Ook de totale omzet is dus hoger. Ook de totale omzet is dus hoger met 59 miljard in dit kwartaal. Daaruit komt een winst van 11 miljard dollar. En we zien ook trouwens dat het aantal aandelen van Apple afneemt. Oftewel, Apple koopt inmiddels met het geld dat ze verdienen ook eigen aandelen op. Kijken we naar de omzet, dan groeit je eigenlijk in alle categorieën, maar zeker bij de Mac, iPad en bij Wear / Home. En kijk dan ook vooral naar de marges die Apple maakt. Dat is ongeveer 30% op hardware en 67% op software. Al daalt natuurlijk bij de hardware de marge wel een beetje, maar bij software stijgt juist de marge de laatste jaren. En dit waren dus heel erg goede cijfers voor Apple, ook veel beter dan analisten hadden verwacht. Beter dan vorig jaar, terwijl we nu in een tijd van crisis zitten. Maar we zien juist dat Apple, misschien juist vanwege die crisis wel, dat er veel mensen een computer kopen, een iPad kopen, omdat ze misschien meer tijd thuis doorbrengen, thuis werken bijvoorbeeld. En dat zien we ook terugkomen in de koers, want de koers staat inmiddels op een all-time high, het hoogste wat het ooit is geweest. Dat is eigenlijk ook wel logisch als je deze kwartaalcijfers kijkt. Ze doen het gewoon heel erg goed. En ze weten eigenlijk dus volop te profiteren in een moeilijke tijd in deze coronacrisis. Al denk ik wel dat deze groei bij hardware tijdelijk is. We zien nu een groei van 31% op iPads en 22% op Macs. Ik denk, zoals eerder al gezegd, dat dat vooral komt omdat mensen nu veel thuis moeten gaan werken. Veel tijd thuis doorbrengen, misschien niet op vakantie gaan en geld over hebben. En daardoor juist misschien eerder een nieuwe MacBook kopen, een iPad kopen om wat op de tv of op de bank tv te kijken, laat ik zo zeggen. En ik denk dan ook niet dat we dezezelfde vraag vanuit de klanten ook het volgende kwartaal kunnen verwachten. Want de meeste mensen zullen 1 keer zo'n aankoop doen en kunnen dan de volgende 3, 5 tot 7 jaar vooruit.
klinkt misschien heel erg veel, maar de iMac waar ik mee werk, waar ik al mijn video's op maak, is inmiddels ook al uit 2013 en werkt ook nog steeds perfect. En laten we aan het einde van deze video even snel wat ratios en cijfers gaan bekijken in een snelle fundamentele analyse. Want waar ik juist nu aandacht aan wil besteden is die aandelensplitsing. Apple heeft deze aangekondigd tijdens de laatste kwartaalcijfers en ze willen een aandelensplitsing gaan doen van 4 tegen 1. En wat houdt dan zo'n aandelensplitsing in het geval van Apple? Nou, we zeiden dus net al dat het 4 tegen 1 was. Dat wil zeggen dat op het moment dat je nu één aandeel van Apple hebt, dat dat binnenkort wordt omgezet naar 4 aandelen Apple. Dat gaat automatisch via je broker. Zij zullen dit automatisch voor jou regelen op 24 augustus. Dat is de datum waarop deze aandelensplitsing plaatsvindt. En dat wil niet zeggen dat jij 3 gratis aandelen krijgt. Ja, in principe wel. Jouw ene aandeel wordt omgezet in 4 aandelen. Maar de waarde van je totale bezittingen Apple blijft hetzelfde, omdat juist de koers door 4 wordt gedeeld. Dus stel je hebt nu één aandeel Apple dat ongeveer 400 euro waard is. Dan heb je dus 1 keer 400 euro is 400 euro in Apple zitten. Nou, na deze splitsing zal dat 4 keer 100 euro zijn, is nog steeds diezelfde 400 euro. En waarom doet Apple dit dan? Waarom gaan zij deze aandelensplitsing aan? Nou, dit is iets dat ze al vaker hebben gedaan. De laatste keer was in 2014. Toen hadden ze zelfs een 7 tegen 1. Toen was de koers eerst $700. Toen hebben ze hem gesplitst door 7, waardoor het aandeel weer rond de $100 per aandeel uitkomt. En nu doen ze dat eigenlijk om dezelfde reden, om juist de aandelen toegankelijker te maken voor de particuliere beleggers zoals jij en ik. Want heel veel particuliere beleggers letten vooral op de koers van een aandeel en niet zoveel op de waarde van een aandeel. Maar het wordt natuurlijk ook een stuk interessanter wanneer je elke maand misschien 100 of 200 euro kunt besteden. Dat je dan niet deze maand het aandeel kunt kopen omdat het 400 euro is. Maar wanneer het aandeel weer 100 euro is, heb jij de mogelijkheid om misschien 1 of 2 te kopen. En op die manier hopen zij dus dat er weer opnieuw veel interesse komt vanuit juist die kleine beleggers die graag zouden willen investeren in aandelen Apple. Alleen omdat nu de koers te hoog is, zij eigenlijk nooit het geld bij elkaar krijgen of in ieder geval niet maandenlang willen sparen om één aandeel te kopen. En dat dat nu door deze aandelensplitsing dus wel het geval is, zodat er meer mensen geld gaan beleggen in Apple. Is het dan nu interessant om dit aandeel te kopen? Nou, je kunt ervan uitgaan dat na deze aandelensplitsing de vraag naar het aandeel toe zal nemen, omdat het voor meer mensen bereikbaar is. En veel beleggers zullen daar nu ook al op inspelen. En dus krijg je waarschijnlijk weer een situatie van buy the rumor, sell the news. Oftewel, veel beleggers gaan nu alvast kopen omdat ze verwachten dat de koers gaat stijgen. En rondom de tijd dat deze splitsing, dat die wordt voltooid, dan zullen zij hun winst nemen en alles verkopen. En misschien ook wel juist aan die nieuwe mensen verkopen. Waardoor zij in de komende maand dus winst kunnen maken, maar achteraf misschien het aandeel weer een beetje corrigeert. Bij de vorige aandelensplitsing van Apple, toen de splitsing echt gebeurde, toen hadden ze een paar procent winst alleen door deze splitsing. Dus zou je daarop in willen spelen, dan kun je beter nu aandelen kopen en rondom de tijd van deze splitsing, misschien iets daarna, snel wil je aandelen verkopen. Maar dat is geen garantie dat het nu weer zo gaat gebeuren. Zeker wanneer veel mensen dit gaan doen, moet je goed het moment bepalen waarop je je aandelen wilt gaan verkopen. En wat betreft de waardering van het aandeel Apple zelf, denk ik nu dat het overgewaardeerd is. Ze staan op een all-time high. Het is het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. En dat komt omdat er gewoon heel veel interesse is in het bedrijf. Natuurlijk laten ze goede cijfers zien, maar de techsector is eigenlijk een van de weinige sectoren die kan profiteren van deze coronacrisis. Dus heel veel geld uit andere sectoren wordt weggehaald, juist om te investeren in deze sector. En als er heel veel geld inkomt, dan gaat de prijs automatisch hard omhoog. En is het dus nu waarschijnlijk, in ieder geval in mijn geval, overgewaardeerd. Maar zoals gezegd, later in deze video gaan we een snelle fundamentele analyse bekijken en juist ook naar de cijfers kijken om dit te onderbouwen. En voordat we naar het tweede aandeel gaan, wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog, dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik daar meer video's over maken en je helpt het YouTube-kanaal, want meer mensen krijgen deze video aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Onder deze video vind je de abonneerknop. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Gaan we nu dus door met het tweede aandeel van deze maand. En dat is Virgin Galactic, oftewel tickersymbol SPCE. Dit is een aandeel waar veel kijkers om vragen en ik zal er daarom ook even kort op ingaan. Zelf heb ik trouwens een maandje geleden ongeveer voor €600 aandelen gekocht in dit bedrijf. Dat waren er 35 stuks tegen toen 16,53. Inmiddels is het aandeel $22 en $45 waard, oftewel 30% ongerealiseerde winst. En dit is dan ook echt een aankoop richting de toekomst, omdat het bedrijf nu nog veel verlies maakt. En het aandeel nu kopen brengt dus ook heel veel risico met zich mee. Nou, wat is Virgin Galactic? Virgin Galactic is het bedrijf van Richard Branson. Het is gericht op space tourism, oftewel rijke mensen die even de ruimte willen vliegen. Eigenlijk letterlijk vertaald ruimtetoerisme.
En het is iets wat nu nog niet te koop is, maar wel dus echt iets voor de toekomst. En de komende jaren willen ze deze vluchten gaan doen, juist met deze rijke mensen. En wat belangrijk is om te weten, dat Virgin Galactic op dit moment nog eigenlijk geen omzet heeft, maar juist wel heel veel kosten maakt om dit plan op te bouwen, te ontwikkelen. En ook de komende 3 jaar wordt niet verwacht dat zij winst zullen maken. Dus mocht je uiteindelijk interesse hebben in dit bedrijf, zorg in ieder geval voor dat je dan ook echt voor de lange termijn gaat. Langer dan 3 jaar, want anders heeft het waarschijnlijk geen zin. En als je het doet, dat je het met een heel klein deel van je vermogen doet. Bijvoorbeeld minder dan 5%. Zodat, ja, aangezien het een groot risico is, dat het niet zo erg is en niet zo'n grote impact heeft als het misgaat, dat je vermogen er al te veel onder leidt. Want als je dit aandeel koopt, ga je ook echt investeren in de mogelijkheden die er zijn in de toekomst. Een vlucht met Virgin Galactic zal uiteindelijk minstens $250.000 gaan kosten. En dan vlieg je eerst eigenlijk een beetje normaal. Later schiet je dan omhoog tot boven de 50 mijl. En dat wordt eigenlijk beschouwd dat je je als astronaut mag noemen. Omdat je dan een beetje de ervaring hebt van verminderde zwaartekracht. En ten eerste hebben we het dan over een heel erg dure ritprijs. Want zoals gezegd, meer dan $250.000. En waarschijnlijk zal deze prijs later nog omhoog gaan. Nou, dat zorgt ervoor dat je potentiële klanten, ja, heel beperkt zijn. En er is berekend dat ongeveer 2 miljoen mensen in de wereld, ja, tot die potentiële klanten kunnen behoren. Zij hebben dus genoeg geld om €250.000 te betalen om zo'n vlucht mee te maken. Dit aantal groeit wel de komende jaren tot 2,4 miljoen in 2023. Virgin Galactic heeft inmiddels 8000 geïnteresseerden gehad op hun website. En ook 600 mensen hebben inmiddels een aanbetaling gedaan. Dus ook om echt die vlucht te gaan maken. En zoals gezegd zal waarschijnlijk de prijs van zo'n ticket toe gaan nemen in de toekomst. De eerste tickets gingen voor rond de $250.000. Nu is dat net geen $400.000. Het is alleen de vraag van hoe belangrijk is een prijs voor deze beleving. Mensen die dit geld kunnen betalen, maakt er dan iets uit of een ticket 50 of €100.000 duurder is als ze deze beleving maar hebben. Hangt ook een beetje af met de concurrentie, want er komt ook zeker concurrentie aan de komende jaren. Maar kijken we eerst nog naar andere mogelijkheden. Dan hebben we het bijvoorbeeld over snelle vluchten, dat ze daar naartoe kunnen uitbreiden. Virgin Galactic wil namelijk ook snelle vluchten gaan aanbieden, zoals eigenlijk vroeger gebeurde met de Concorde. Die ging sneller dan het geluid en zo was je eigenlijk dubbel zo snel van Londen naar New York. En tijd is eigenlijk geld in deze sector. Nou, de Concorde leverde bijna geen geld op. Er waren heel veel problemen rondom het vliegtuig. Tussen de tijd dat het ontwikkeld werd en de tijd dat het uitkwam was bijvoorbeeld de benzine en dus kerosineprijs heel erg hoog geworden. En juist omdat het vliegtuig zo snel ging, verbruikt het heel veel. Dus was het financieel in één keer een stuk minder interessant. En ook nog eens waren het landen, omdat het juist door de geluidsbarrière ging, hadden heel veel omwonenden van dit soort vliegvelden of op de route last van dit vliegtuig. Maar Virgin Galactic wil dus gaan kijken of ze hun vliegtuig ook kunnen gebruiken voor dit soort reizen. Dat je snel van Amerika naar Amsterdam of van China naar Amerika kunt gaan, dat het een stuk sneller gaat dan bij gewone vluchten. Maar natuurlijk zijn concurrenten van Virgin Galactic hier ook naar aan het kijken. Blue Origin, maar zeker ook SpaceX. En SpaceX heeft eigenlijk al vergevorderde plannen van hoe ze dit willen bereiken en op welke manier ze dit willen bereiken. Kijken we dan naar de risico's voor Virgin Galactic, dan hebben we ten eerste over de goedkeuring vanuit de FAA. Dat wil dus zeggen of ze goedkeuring krijgen om met dit vliegtuig te gaan vliegen en dus passagiers aan boord te krijgen. Maar zeker ook de concurrentie die Virgin Galactic nu al heeft, of in ieder geval de komende jaren gaat krijgen. Ten eerste is dat Blue Origin, het bedrijf van Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld en oprichter van Amazon. En Jeff Bezos wil met Blue Origin mensen ook veel hoger brengen dan Virgin Galactic. Richting de, of ja, zelfs boven de 100 kilometer lijn, de Kármán Line zoals dat wordt genoemd. En dan ben je ook echt in de ruimte. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, die wil mensen zelfs rondom de maan laten vliegen. Blue Origin krijgt per jaar €1 miljard voor de ontwikkeling vanuit Jeff Bezos. En dan moet je vergelijken met de 200 miljoen waar Virgin Galactic het mee moet doen. En Blue Origin is dus ook van plan om mensen nog eens hoger te laten vliegen, echt de ruimte in. Dus je kunt je afvragen van, als iemand de keuze heeft om een vlucht te maken en prijzen zullen niet heel veel van elkaar verschillen, zal dan iemand kiezen voor Virgin Galactic of juist voor Blue Origin, waar je echt boven die bepaalde lijn komt en dus ook echt in de ruimte komt? En dan is er dus nog SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, wat juist de laatste tijd heel veel in het nieuws is. Juist nu vanwege die ruimtevlucht met NASA. Dus ja, we weten wat SpaceX kan, wat ze willen bereiken. En ze willen dan niet eens richting de ruimte, maar willen eigenlijk ook nog rondom de maan vliegen. Dus dat is echt nog een stapje hoger dan de andere twee bedrijven. En kijken dan niet naar deze twee concurrenten, maar naar het bedrijf of de vlucht op zich. Dan is daar ook nog risico's aan verbonden. Natuurlijk, de vlucht op zich zit vol risico's. De laatste vlucht een paar jaar geleden, ja, daar verongelukte zelfs een van de astronauten, een van de piloten. Dus het is zeker iets met veel risico's. En ze zullen ook moeten bewijzen dat die risico's steeds kleiner worden. Bijvoorbeeld door Richard Branson zelf eerst te laten vliegen. Dat
wat bekende mensen er gebruik van maken. En dan ben je waarschijnlijk als particulier die wel het geld heeft om dit te doen, wat meer op je gemak om dit te gaan doen. Maar je kunt ook niet zomaar even meegaan. Er hangt een training aan vooraf. Juist omdat je zo hoog gaat. Juist richting de ruimte gaat. Dus daar gaat eigenlijk heel veel dingen hangen daar rondom. En het is dus de vraag of mensen dit willen gaan doen. Maar als er een training aangekoppeld is, of dat nog steeds zo interessant is om eventjes te doen. Want je moet het echt gaan plannen. En dit klinkt eigenlijk allemaal redelijk negatief. Maar waarom heb ik dan bijvoorbeeld toch aandelen gekocht in Virgin Galactic? Nou, ten eerste omdat Virgin Galactic op dit moment in ieder geval voorop loopt. Ze hebben bijna die FAA-keuring. Ze hebben ook al echt een vliegtuig. Al wil natuurlijk zeggen dat ze die positie die ze nu hebben, dat dat altijd de koppositie blijft. Het kan zomaar zijn dat de concurrenten snel inkomen halen. Waar de twee concurrenten dan werken met raketten, werkt Virgin Galactic juist met een vliegtuig. Dat maakt het veel makkelijker. Je kunt waarschijnlijk van bestaande vliegvelden gebruik maken om dit aan te gaan bieden. En je bent dus niet afhankelijk van aparte locaties waar je een raket kunt laten opstijgen en landen. Dus dat voordeel hebben ze misschien ten opzichte van de concurrentie. Virgin Galactic heeft ook een goed team. En zeker een team, een management team is heel erg belangrijk voor het bedrijf. Voor het bedrijf op dit moment, maar zeker ook wat ze gaan doen en bereiken in de toekomst. En hier bestaat het team dus onder andere uit Richard Branson en Chamath Palihapitiya. En juist die tweede persoon vind ik heel erg interessant. En zal ik binnenkort ook nog wel video's over maken. Want hij heeft heel veel investeringen en vooral een heel erg interessante blik op de beurs en alles wat er nu eigenlijk gebeurt. En tenslotte zijn er natuurlijk ook nog meer mogelijkheden om meer omzet te maken. Dus niet alleen met deze ruimtevluchten of met die snelle vluchten. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de samenwerking en trainingen met de NASA die ze hebben. Waar ze astronauten of dat soort mensen gaan trainen. De technologie die ze ontwikkelen, dat ze daar licenties op geven en juist daar geld uit verdienen. Maar ook bijvoorbeeld satellietlanceringen, ook iets wat SpaceX doet. Heel veel bedrijven zullen de komende jaren satellieten de ruimte in willen krijgen. Nou, eerst was dat heel erg duur, nu wordt dat steeds betaalbaarder. Juist door bedrijven zoals SpaceX en waarschijnlijk dus ook Virgin Galactic. En omdat er zoveel vraag is naar satellietlanceringen, kun je er goed geld mee verdienen. Geld dat je bijvoorbeeld weer kunt gebruiken voor de ontwikkeling van dit programma. Maar Virgin Galactic is dus wel een heel ander aandeel dan Apple. Dit is echt een aandeel met high risk, high reward. Je kunt heel veel geld verdienen, maar je kunt ook evenveel geld verliezen op deze manier. Dus het is zeker aan te raden om hier goed onderzoek naar te doen. Ga kijken naar het bedrijf. Wat doen ze nu al? Wat doen ze in de toekomst? Wie zijn die concurrenten en wat doen die concurrenten? En weeg dan een beetje het risico af met het rendement dat je denkt te maken. En als je dan gaat investeren, houd het in ieder geval met een klein percentage. Dat als het misgaat, dat het niet zo erg is. Niet zo'n grote impact heeft op je vermogen. Laten we dan nu nog even snel overstappen naar de computer voor een snelle fundamentele analyse. Laten we even snel de cijfers gaan bekijken, de ratios die hierbij behoren, om een beetje een beter beeld te krijgen van beide aandelen en zeker ook tegenover elkaar. Hier zien we de sheet die ik ga gebruiken voor deze fundamentele analyse. En deze is trouwens beschikbaar voor de mensen in onze beleggerstraining. Dat is een training die gericht is op mensen die willen gaan beginnen met beleggen, die eigenlijk nieuw zijn en liefst alles willen weten wat ze moeten weten voordat ze hun eerste aandelen willen kopen. Dus we hebben een training gemaakt met meer dan 50 video's. En onder andere maken we een video over fundamentele analyse. En deze sheet kun je dus nu ook zelf gaan gebruiken. Meer informatie trouwens over de beleggerstraining vind je in een link onder deze video. Maar als we deze dus gaan bekijken, dan gaan we de twee aandelen van vandaag bekijken. Klikken we hier, vullen we in AAPL en SPCE en ondertussen haalt hij alle gegevens op. Wachten we heel eventjes. Nou, we zien inmiddels de koers van het aandeel. Apple meer dan $400 inmiddels. En de laatste dag 10% erbij. Zal onder andere door de kwartaalcijfers komen. Maar ook door de aandelensplitsing waarschijnlijk dat het interessanter wordt. We zien ook de beurswaarde van meer dan 1800 miljard. En daardoor is ook het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Letten we even niet verder op de koers van de laatste 52 weken, maar gaan we iets naar beneden. Dan zien we de winst, omzet en marge. Nou, de winst is bij Apple positief per aandeel, terwijl die bij Virgin Galactic dus negatief is. Het bedrijf maakt geen winst, het maakt zelfs verlies. En daarom zullen ook heel veel cijfers hier ontbreken, omdat eigenlijk, als je geen winst maakt, werken deze rijtjes gewoon niet. Letten we dan even bijvoorbeeld op Apple. Die heeft nu een PE-ratio van 33 bij deze prijs. Het gemiddelde ligt rond de 16, 17 de laatste jaren. En we willen eigenlijk ook hebben dat het onder de 20 ligt. Dus je kunt eigenlijk alleen hier op basis hiervan van zien dat eigenlijk Apple nu overgewaardeerd is. Daarentegen maakt Apple dus wel heel erg goede marges gewoon. Dus ze hebben niet alleen veel omzet, ze maken ook nog eens goede marges. Een van de redenen waarom mensen natuurlijk volop zullen investeren in een bedrijf als Apple nu. Apple betaalt ook dividend, alleen het is nog geen 0,8% per jaar. 24% van de winst gaat richting het dividend. Dus houden we nog genoeg geld, bijna 3/4 van de winst over, juist om te investeren in de toekomst. Gaan we kijken naar de financiële cijfers. Dan zien we dat bij Apple vooral om miljarden gaat, terwijl het bij Virgin Galactic nog echt om miljoenen gaat.
Apple in een jaar tijd, dus is het afgelopen boekjaar, bijna 270 miljard euro omzet. Daar maken ze 57 miljard euro winst op. Dus de netto winstmarge is 21%. En dit is zelfs al na belastingen. Terwijl juist bij de netto winst van Virgin Galactic een min komen van 270 miljoen euro. Kijken we naar de bezittingen, dan is het wel zo goed dat beide bedrijven in de plus staan. Ze hebben dus meer bezittingen dan verplichtingen. Dat is goed. En bij het geval van Virgin Galactic is dit zelfs heel erg hoog. Ze bezitten meer dan 600 miljoen. En ze hebben maar voor 138 miljoen euro verplichtingen. Dus dat is eigenlijk best wel goed. En kijken we naar wat analisten denken, dan zien we eigenlijk dat ze bij beide positief zijn. Natuurlijk voor een bedrijf als Apple zijn meer analisten hebben daar een analyse over gemaakt. We zien wel dat de gemiddelde koersverwachting of de waardering van Apple laag is. Het zou kunnen zijn dat dit komt omdat nog niet alles is ingeprijsd met de nieuwe cijfers. Maar de analisten op dit moment verwachten dat er ongeveer 15% te hoog is. En dit zou dus zeggen dat we waarschijnlijk nu iets te overgewaardeerd zijn. In het geval van Virgin Galactic is het juist andersom. Dan zien we nu een koers van 22,5 zeg maar. En ze zeggen 24,5 is een goede waardering. Dus daar is eventueel nog 8% te behalen als aandeelhouder zijnde. Maar dit is puur op wat analisten verwachten. Dan moet vooral zelf ook je onderzoek doen en kijken of je het daarmee eens bent. Kijken we even snel naar de technische analyse, dus naar de grafiek. Daar hebben we de RSI nu zitten bij Apple, dus boven de 70. En 70 is eigenlijk een kantelpunt, wat wil zeggen, waarschijnlijk is het nu overbought. Er is te veel vraag naar, het is overgewaardeerd, het is niet het beste moment. Terwijl we nu bij Virgin Galactic daar nog niet zitten, dus dat is beter geprijsd, zou je zeggen, in ieder geval op technische analyse bekeken. En dan zien we eigenlijk ook in de koers, we zien hier al dat dit een jaar lang, eerst het half jaar eigenlijk stijgt, dan komt de coronacrisis, dan weer snel hersteld en nu ook echt een piek is sinds die laatste cijfers. Terwijl bij juist Virgin Galactic we al de piek hebben gehad, tijdens corona omlaag zijn gegaan en maar heel langzaam hersteld zijn. Maar zo zie je dus twee verschillende aandelen. De ene is Apple, is een bedrijf met heel veel omzet, heel veel winst, maar misschien overgewaardeerd. Het andere bedrijf is een bedrijf zonder winst, maar misschien wel redelijk gewaardeerd op dit moment. Alleen is de toekomst heel erg onzeker. Het is echt afwachten wat ze mogen gaan doen, wat ze kunnen gaan doen. En of mensen ook echt willen gaan vliegen met Virgin Galactic. Maar dan heb je in ieder geval nu een beeld gekregen van hoe het in ieder geval op de fundamentele analyse eigenlijk betreft, hoe de cijfers zijn. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video, wil ik je bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? Maar helpt toch zeker het YouTube-kanaal, want meer mensen krijgen deze video aangeraden. Wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.